Hier een van de 17 deelnemers. Bij de Wingfield met Jan Dooyeweerd junior op de sulky. Dan Remington Bump uit Zweden. 263.000 gulden heeft hij al gewonnen. De grote favoriet Golden Sunset met Alle Goop ook uit Zweden. 309.000 gulden gewonnen. Pride Farming, alweer een Zweed met een winstsom van 341.000 gulden. En natuurlijk de Nederlandse favoriet Meteor Nips van Jan Offenberg. Een paard dat in slechts paar maanden 525.000 gulden bijeen liep. 17 paarden waarvan 12 op 2600 meter moesten vertrekken. Een hoge kunst, zou ik haast willen zeggen, van de starter om deze 12 paarden in één keer weg te krijgen. En de start is gevallen op de renbaan Duindigt. 2600 meter, 200.000 gulden aan prijzen. En het is Native Brookie aan de leiding met Meadow Wingfield. En daar komt dat hele veld voorbij stormen. En ook de paarden die 20 en 25 meter hadden moeten geven, die hebben meteen aansluiting. En hier is Pride Farming. En daar Jos Verweek met de witte cap op met nummer 16 Meteor Nips. Het paard heeft wat moeite met de bochten op Duindigt. En Jos Verbeek die moet hem alle kanten helpen om hem door die bocht heen te krijgen. Het blauwe buis met de verticale witte strepen is van Meadow Branch Flat. En die wordt gereden door Heiko Korpi. En dat is een Fin. Hier hebben we Lucky Tilly met het bruine buis. En die weet Meteor Nips met Jos Verbeek en gaat binnendoor bij Pride Farming. Ook alweer een Zweed. En hij gaat ook binnendoor hier bij de 9 Devs Dynamite. En Remington Bump die heeft een fout gemaakt. En dan strijkt diezelfde Meteor Nips met nummer 16 neer op Henny Grift, de oud-Nederlands kampioen. En hij bereidt Allergy. En die Allergy die gaat nu aan de buitenkant van Cesar Lusie D. En daarvoor loopt dan Native Brookie met Ebony Eyes. En voor Ebony Eyes Golden Sunset. Golden Sunset met daar weer voor Meadow Wingfield. En die voert het veld dan aan als we weer voor de grote tribune komen van de renbaan Duindigt. Remington Bump heeft een paar keer al een fout gemaakt. Pride Charming. En daar gaat dan die Meadow Ranch Friend. De Devs Dynamite zien we daar. En dan is het weer die Allergy met Henny Grift die vlak achter het groene buis ligt van niemand minder dan Ebony Eyes. Een paard dat 25 maal won uit 30 starts. Aan de binnenkant daarvan is het Native Brookie. Meadow Wingfield, Golden Sunset. En zo gaan we dan door de finish en hebben dan nog één ronde op de renbaan van Duindigt te gaan. Meadow Wingfield, Jan Dooyeweerd, die dicteert het tempo, een vrij straf en hoog tempo. Golden Sunset, die ligt er op de loer in de wachtkamer. Nummer 4, Native Brookie. Dan hebben we daar die Ebony Eyes met nummer 11. Allergy daarachter en dan Filou du Boscail uit België, die volgt daar nog bijzonder goed. En op het stampvolle Duindigt is iedereen in afwachting als we nog een 800 meter hebben te gaan. En die Meadow Wingfield die draaft als een ware draftmachine en voert voor Nederland het veld aan. Golden Sunset, dan Native Brookie, Ebony, Eyes, Allergy. En dan komt daar links in het wild, komt Devs Dynamite. En helemaal links is het nu Pride Farm. Die moeten die laatste bocht, waar het dan nog een 500 meter van huis is, moeten ze dan drie en vier dik doorstormen om zich dan nog in het gevecht te kunnen begeven. Allergy valt aan op Native Brookie. Golden Sunset nog steeds op de tweede plaats. En een lengtevoorsprong heeft nu genomen Meadow Wingfield met Jan van Dooyeweerd. We zijn nog 300 meter van huis. En dan stormt het geweld aan de buitenkant naar voren toe. Links in het veld is het Devs Dynamite met het witte buis. En helemaal aan de buitenkant daarvan is het Pride Farming. En die komt daar met een ongelooflijk eindschot naar voren toe stormen. Meadow Wingfield die lijkt te gaan winnen. Maar 200 meter voor de paal is het gebeurd. Dan stormen Pride Farming hem voorbij. Ook Devs Dynamite gaat hem voorbij. En Fully Dubuscaille. En in 1:15:05 een nieuw record wint Pride Farming voor Devs Dynamite, Filou du Boscail. En een mooie vierde plaats voor Meadow Wingfield.